De AIVD en de MIVD worden onderzocht op hun gebruik van data door een commissie... die kijken wil hoe die veiligheidsdiensten omgaan met bulkdata. Want je weet wel, dat is zo'n zo hele plas met data waarvan alles in zit. Hele grote hoeveelheden die ze verzameld hebben over Nederlanders. Maar de timing is opmerkelijk, want sinds dit jaar juni... hebben die diensten juist meer ruimte gekregen om onderzoek te doen naar burgers via die, ja, die omstreden nieuwe sleepwet. De Grote vraag is die commissie die nu gaat kijken is dat nou toeval? We gaan erover praten met Menno Wij, die is techjurist bij Video Legal en hier in de studio. Menno, goedemorgen. Goedemorgen Bas en Nina, goedemorgen. Bulkdataverwerking vertel kun je dat in, in gewoon normaal Nederlands vertalen? Ja, uh, ik zou het in één woord willen samenvatten als bijvangst. Oké. Okay. Dus, uh, sets zijn sets over personen, over bedrijven die eigenlijk zeg maar geen Voorwerp van het onderzoek zijn, dus bijvangst in één woord. Ja. En, en waar het om draait is de vraag: met, uh, zouden die gegevens, die bulk sorry, moeilijk woord, bulk alsnog relevant kunnen worden? Daar zit uh, de angel hier. Daar zit de crux, precies. Absoluut. Maar, maar wat, wat doen ze er nu mee? Wat, wat voor data is het? Heb je er wat aan of is het meer een deel van waardeloze en niks aan de hand data? Nee, helemaal niet. Dan moet ik overigens wel even credits geven aan Bert Hubert, die uh, nog bereid was om even met mij erover te bellen gisteravond. Mm -hmm. um, hij noemde het voorbeeld van Strava. Volgens mij zit ons... Uh minister-president daar zelf ook over. Ja, dat is een fiets-app, uh, toch? Zeg ja, mee. of rondje app ja, exact. Ja. Ja. Mm -hmm. En ik zat met bedenken, ik weet niet meer uh, welke serie, maar ik heb op, volgens mij Netflix een serie gezien waar ook onderzoeksinstanties dan mensen uh, volgen met wat ze allemaal op die app gooien. Ja, ja, ja precies. Uh, die gegevens kunnen dus interessant zijn vanuit uh, onderzoek, MIVD, AIVD, om bijvoorbeeld bepaalde patronen of dingen te herkennen. Zeker als het mensen zijn die rondom legerbasis en dat soort dingen oh. die aan het rennen en aan het fietsen zijn. Ja. Je weet precies waar de grenzen liggen van die legerbasis. Dit nou, kennen we uit het verleden wel eens. Nou, exact. Uh, en uh, ja. dat is een goed voorbeeld uh, van: hè, dat, dat kan dus om heel veel gegevens gaan. Uh, ik begreep ergens in wat briefwisselingen met de minister ook nog. Net voor de uitzending: dat uh, een zo'n bulk dataset over miljoenen mensen kan gaan dus Miljoenen? Zo. Je praat over, over substantiële hoeveelheden. Uh, en dan is dus de vraag, ja, wat is daar in dat kader wel of niet relevant? Ja, op, daar kan natuurlijk iets uitkomen achteraf. Ja, maar, maar dan is de grote vraag, hè. we hebben nu een wet, uh, een wettelijk kader. De AIVD en de zitten op die enorme hoeveelheid data. Uh, mogen ze dat gewoon zomaar gebruiken? Is, zijn ze niet aan voorwaarden gebonden? Nee, wel, want er is dus ook dus, kan ik een commissie die toezicht houdt. Maar wat heeft ja. die voor macht? Misschien even voor de duidelijkheid. Er zijn eigenlijk ja. zeg maar, twee commissies. Er is een commissie die vooraf toetst. Dat is okay. de toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Ook wel de TIB. Mm -hmm. En waar we het nu over hebben is de commissie toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. De CTIVD. Die, dus, die laatstgenoemde heeft nu dat onderzoek dus aangekondigd. Uh, dan moet ik even terug naar een vraag, Bas. Hoor, die kan je nog even herhalen. Nou, dat is de vraag. Wat, wat voor macht heeft zo'n commissie, die, die toezichthoudende commissie die achteraf komt? Kan die uiteindelijk ja. de IVD en MVD terugfluiten? Of ja. zeggen die sets mag je niet gebruiken of alleen onder voorwaarden? Ja, het is zeg maar geen um, commissie aan toezichthouders, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Mm -hmm. Ze hebben heel veel bevoegdheden om dat onderzoek te doen. Ja, ja. Uh, dus de AIVD en MVD moeten echt wel met. Deze club meewerken. Uh -huh. uh, maar als ze zelf iets vaststellen, komt het in een rapport. Als je even naar hun website gaat, zie je ook meerdere rapporten. Ze hebben wel herhaaldelijk aangegeven: hè, van het gaat niet altijd goed. Uh, en daar zit niet zo heel veel slagkracht achter. Dit okay. is wel een uitzondering, maar volgens mij gaan we daar nu uh, naar Ja, het het, er was een, een klacht van Bits for Freedom. Die ja, hebben ja. Een, een klacht ingediend hierover. Dus diezelfde uh, uh -huh. uh, toezichtcommissie heeft een klachtenafdeling. Ja. Daar kun je dus een klacht indienen. Mits of Freedom heeft uh, dag twee jaar geleden een klacht ingediend en gezegd: Volgens mij gaat het niet goed met een vijftal van die bulk datasets. Juist. En op het moment dat daar een uitspraak over wordt gedaan door die afdeling klachtengroep missie, ja, dan uh, dan moet je wel zijn. Moet je weer en, en volgens mij ziet hier dus ook een beetje de oorzaak van dat nu tussen aangezekens opeens dit onderzoek wordt aangekondigd. Mm -hmm. Want uh, de commissie heeft vastgesteld dat die vijf bulkdatasets, dat die te lang zijn bewaard in het kader van je hebt eigenlijk de hele bulkdataset als relevant beoordeeld. En de commissie zegt, wij denken dat zo'n hele dataset... met Nina, die miljoenen uh, datapunten, ja. et cetera... kan nooit in zijn geheel in zijn totale relevant, relevant zijn. zijn. Nee. Dus dat betekent, als het niet relevant is... moet je dat binnen anderhalf jaar ongeveer moet je dat, uh, vernietigen. vernietigen. En de uitspraak die gedaan is, je moet die volledige vijf datasets moet je vernietigen. Ja. Ik heb de indruk, maar ik ben nu wel een klein beetje politiek speculatief, zeg ik al. Ja. Dat daar dus wel wat spanning zit tussen die onderzoeksdiensten. Waarvan ik overigens heel goed begrijp dat ze zeggen, weet je, we zitten hier voor de bescherming voor Nederland. We hebben nieuwe data nodig. Ja. Ja. Um, en denk ik dus dat het punt van die datasets, um, relevantie, kan je dat wel of niet in zijn geheel beoordelen, in mm -hmm. combinatie met dus nu die tijdelijke wet, die ze het recht geeft om dat relevantiekader wat naar achter te duwen. Dat is eigenlijk de sens van die tijdelijke wet voor ja. landen met een offensief cijferprogramma. Nou, dat, dat ja. zijn er nogal wat. Ja. En daar zit, denk ik, zeg maar nogmaals spanning. het spanningsveld. Precies. En dat is nu dus zo. Hier wordt geprimed eigenlijk op, die, op een permanente wet, waarschijnlijk, hè, die we op ja. den duur gaan zien. Ja, ja daar is die functie van die toezichthouder. Dankjewel voor deze uh, briljante uiteenzetting, want anders hadden we er geen chocoladevla van kunnen maken met hoe wij ter jurist van video. Legal